Cyrano Walker is vanaf vandaag de nieuwe marktmeester van Markt Zuid aan de Kankantriestraat. Het nieuwe hoofd van deze verkoopplaats is beëdigd door districtscommissaris Mike Nerkust. Edwin Geffery, die eerder de leiding had over de markt, is volgens de burgervader geruime tijd ziek, waardoor hij afstand moest nemen van dit werk. Nerkust zei in zijn toespraak dat het benoemen van de nieuwe marktleider een belangrijke stap is om de markt naar grotere hoogte te brengen. De districtscommissaris vroeg Walker zeer geduldig te zijn in zijn nieuwe functie. Het is geen makkelijk traject, toch? Maar de aanhouder wint, zegt men altijd. En door alle stormen heen, toch? De maatak ik moest op zassik wat er voor simita safriwan. Maar ik denk dat het bij Markt Zuid makkelijker zal gaan dan bij de anderen. Voor de rest ga ik het niet te lang houden. Ik weet zeker dat u van ondergetekende, zeker van het ministerie, de volledige ondersteuning gaat krijgen. Ook van de organisaties onder de markt de ondersteuning gaat krijgen. Toch? En ik vraag u ook met goede, open communicatie toch, te kijken hoe wij een bepaald traject gaan doorlopen. Toch? Het eerste wat ik u vraag is om een survey te maken van de markt, zodat we dan precies kunnen kijken welke stappen wij gaan ondernemen gezamenlijk om deze markt toch weer te brengen naar de plaats waar het had wel weer en veel verder. Walker wil samen met het personeel en standhouders van Markt Zuid de positie van de markt verbeteren. Hij benadrukte dat de standhouders te allen tijden bij hem mogen aankloppen. Mijn eerste stap als marktmeester zal zijn een onderhoudsbeurt. Als slot wil ik ieder die mij ondersteuning heeft gegeven heel hartelijk dank zeggen en God zegens toewensen. Cyrano Walker vandaag na zijn beëdiging tot marktmeester van Markt Zuid. Walker wil samen met de standhouders en het marktpersoneel grote successen boeken voor zijn nieuwe werkplaats.